Amsterdam Centraal, tot de volgende keer. Opa van der Stok werd 102 en was daarom in het nette pak gestoken. Ruim 100 jaar, je zag er niet aan af. Hij werd bijzonder aardig toegesproken. Maar met de drukte viel het nogal mee. Want opa Bok in hetzelfde dorp was 103. Opa van der Stok werd 103. Het was wel sneu om vast te moeten stellen dat zijn verstand het langzaamaan begaf. Hij zat maar de bezoekers na te tellen. Het was trouwens niet zo'n grote reunie, want hij was oud, maar opa Bok was 104. Opa van der Stok werd 104 en in de mooie stoel bijeengedreven. Voor hem was deze feestdag maar één straf. Die mensen maakten allemaal zo'n leven. En foto's en bedoeling en plezier. Hij was de held, want opa Bok lag in het graf.